Ik denk dat het een hele slechte zaak is de eenzijdige maatregelen van minister Dijsselbloem om de bonussen in Nederland zeer te beperken als enige in Europa en als enige in de wereld. Dat gaat heel veel banen kosten en dat is heel vervelend in een trend waarin er al heel veel banen verdwenen zijn in Londen. Ik denk dat dat een uitermate slechte maatregel zal zijn. Nou, we moeten het zien in een ontwikkeling waarin al 30 jaar lang heel veel banen geleidelijk aan verdwijnen naar Londen. Vroeger in 1987, toen ik begon te werken, hadden we het Klaverblad. Dat was de AMRO, de ABN, Mason Hope en Bank Pierson, Heldering en Pierson. Het Klaverblad, dat waren de zakenbanken die de grote transacties deden en de grote beursintroducties deden. Daar is niets van over. We zien nu, wat gaat er naar de beurs? SNS, staatsbezit, gaat naar de beurs. SNS Reaal gaat naar de beurs. Beide partijen worden geadviseerd door Lazard. En door JP Morgan. Beide partijen die niet onder de bonusbeperking vallen. Dat zijn namelijk buitenlandse banken. En buitenlandse banken vallen er niet onder. En buitenlandse banken in Nederland vallen ook niet onder een bonusverbod. Het is natuurlijk ook de vraag hoe minister Dijsselbloem dat kan doen. De Nederlandse banken verplichten tot een bonusbeperking. En ondertussen doet hij vrolijk zaken met de buitenlandse investmentbanks. Dat kan niet goed gaan. Betekent waarschijnlijk dat de vaste salarissen omhoog zullen gaan? Ja, dat is een trend die we de laatste 3 jaar zien, dat de vaste salarissen omhoog gaan. En het lijkt mij dat de Nederlandse bank zich daar ook zorgen over moet maken. Zo'n ruwig 60% van de kosten van de bank zijn salarissen. Als dat allemaal vaste salarissen zijn, bij de eerstvolgende crisis kan je daar niet zo makkelijk in snijden als in bonussen. Dat wordt vaak vergeten, dat een bonus of een variabele beloning zou je beter over kunnen praten. Omdat een bonus impliceert dat je iets gratis krijgt waar je niks voor gedaan hebt, wat niet het geval is. We praten over variabele beloningen. Daar kun je in snijden in tijden van een crisis. Heel makkelijk. Je keert namelijk gewoon geen bonus uit. En dat scheelt misschien 40% van je totale personeelskosten. Dat kan de eerstvolgende crisis kan dat niet meer. De eerstvolgende crisis, als banken willen bezuinigen, zullen ze direct mensen moeten ontslaan. Dus wat er gebeurt is, we besteden bankaire businesses uit naar Londen. Bijvoorbeeld die 600 miljard pensioengeld. Daar wordt 3 keer zoveel betaald voor een bankier. Dat vinden we niet erg, want we kunnen het niet zien. Als die Nederlandse bankier hier in Nederland maar niet te veel verdient. Niet meer dan zijn buurman. Dat is waar we mee bezig zijn. Maar we krijgen een vorstelijke rekening daarvoor betaald. Want wie zijn de klanten van de bank? Dat is een particulier. Dat is een pensioenfonds. Dat is een Nederlands bedrijfsleven. Het Nederlands bedrijfsleven is nu al helemaal aangewezen voor zijn kapitaalmarkttransacties om die in Londen te doen. Want Nederland heeft gewoon simpelweg geen kapitaalmarkt meer. Pensioenfondsen betalen een vorstelijke rekening voor de business die ze in Londen hebben uitbesteed. Want die salarissen die 3 keer zo hoog zijn of 4 keer zo hoog zijn, moeten wel worden betaald uiteindelijk door de fee. Wie houden we dan nog over? Nederlandse pensioenfonds en de consument. En de consument denkt van niet, maar als jij een verkeersboete betaalt, moet je eens kijken wat je invult in het overschrijven. Dat begint met RBS, Royal Bank of Scotland. Dat is de huisbankier van Nederland. Dus jij als Nederlands staatsburger betaalt een verkeersboete die over de rekeningen loopt van een buitenlandse bank en dan pas in de Nederlandse schatkist komt. Dus zover zijn we al gekomen dat als jij een verkeersboete betaalt, dat een buitenlandse bank daar eerst nog even iets aan moet verdienen. Is het proces onomkeerbaar? Ik denk dat het proces omkeerbaar is. En dat gaat met name om het besef wat er moet komen over onze eigen belangen in Nederland, onze eigen werkgelegenheid. En waar we het net over hebben gehad is de financiële sector. Dat het geen goede zaak is dat alle business naar Londen stroomt. En dat geldt ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn meer dan 100 grote bedrijven van de beurs afgehaald de laatste 25 jaar. Van de Nederlandse effectenbeurs is zelf ook overgenomen natuurlijk door een buitenlands concern. Ook daar is bijna niks van over. Wij in Nederland hadden de eerste effectenbeurs wereldwijd in de 16e eeuw. Er is niks van over. En dat is gewoon niet goed voor onze economie, niet goed voor onze belangen in Nederland.